Een heel boeiend verhaal, I know. Maar that's my life at this moment. Maandagochtend. Dat was wel weer even wennen. Dat vroege opstaan weer. En we begonnen de dag ook gelijk lekker in de regen. Echt top. Ik heb ze dus net op school gebracht. Sommige scholen beginnen hier later dan andere. Dus het is hier echt drukte van je welste, hè? Maar goed, ik ga boodschappen doen. Ik heb thuis nog wat papieren in te vullen. Dat moet ik doen. En daar ik te overblijf. Dus mijn dag is aardig gepland. En ik zie dat mijn standaard niet heel stabiel staat. Dus jullie hebben een beetje een trillend beeldje. Boodschappen zijn gedaan en opgeruimd. Ik heb nog twee dingetjes gekocht. Die ga ik heel even laten zien. Niet echt heel mega interessant. Maar goed, ik heb weer nieuwe eyeliner pencils gehaald. Dit is de Maybelline Hyper Precision Eyeliner. Dat is deze. Ik hoop dat je het een beetje goed ziet, want hij zit in plastic. En ik zag deze, daar liep ik toevallig langs. Ze was heel erg bezig met de tafels. En dit zijn dus de tafel van 1 tot en met 10. En aan de achterkant staat dan wat de uitkomst is, zeg maar, van de som. Dus hiermee kan je dan oefenen. En ik denk dat het wel heel erg leuk is voor haar. Dus hier ga ik ermee verrassen na school. Leer de tafels. En dit is van Plain Kids. En deze heb ik dus bij de kruidschat gevonden. Ik heb net overblijf gehad. En zo leuk. Dit is echt een stukje waar ik zo dankbaar ben. Maar dan krijg ik gewoon echt tekeningen allemaal. Ik vind dat zo schattig. Vandaag had ik er 2. Echt zo leuk dat ik dat dan van die kinderen krijg. En dan... ja, voelt het gewoon als wat dankbaarder werk om te doen. In ieder geval, het is vrijwilligerswerk, maar het blijft wel werk. Dus dat, ik weet niet, maakt het gewoon extra leuk. Ik ga even snel wat dingetjes opruimen. En ik heb nog niet zo heel lang in de middag, want dadelijk moet ze... verslik middag op lucht, talentje. Maar ik moet dadelijk zeggen natuurlijk gewoon op tijd weer ophalen. Ik ben naar school aan het lopen. Ik denk, ik ga liever lopen, want ik vind fietsen in de regen altijd zo erg. En een paraplu... dan vasthouden vind ik ook niet echt heel fijn. Ik bedacht me alleen toen ik al halverwege was dat ik Sarah de paraplu in de auto nog op liggen. Niet bij stilgestaan. Oh, lekker maar zo. Dan gaan we lekker terug wandelen zo door de regen. Dat is beter. Dan blijf je nog een beetje droog. Ik ben ondertussen aan het koken. En ik zal dadelijk even kijken, beloof ik. Na het eten ga ik dat doen. En ik probeer mijn camera neerzetten, wat niet lukt. Ja. Ik heb hem gevonden, mama. Heb je hem al gevonden? Ja. Wat goed. Oké. Hij blijft staan. Mijn boeket blijft ook niet mooi staan. En ik ben aan het koken, maar ja, het af en toe even omdraaien. Ik kan niet heel veel doen elke keer. Toen dacht ik... ik heb nog een oude melkfles. En dat vond ik leuk. Ik heb er alleen een beetje te veel water in gedaan. Dan ga ik de bloemen die nog wel goed zijn, denk ik, leuk in de melkfles zetten. Dat vond ik wel een heel leuk idee. En doe ik ze even opnieuw knippen. In de hoop dat ik er nog wat leuks van kan maken. Het is nu zo geworden. Het wordt gelijk heel donker, ook al staat licht aan. Eigenlijk zou ik de camera moeten draaien, maar dan krijg je dit. Dus dat is niet echt handig. Maar ik vind hem wel heel leuk. Misschien in dit licht. Nee, ik krijg hem er even niet beter op nu. Maar ik vond hem wel leuk staan zo. Hij blijft trouwens niet hier staan, maar hij staat even voor het eten hier. Sarah ligt al op bed, dus ik dacht, ik ga nog even foto's inplakken. Nou is dat zeker in het begin, elke keer met nieuwe foto's, een enorme klus. Want deze foto's, die liggen op volgorde per camera. Maar ja, mijn telefoon, Marcus' telefoon, als mijn moeder foto's heeft gemaakt, telefoon. De vlogcamera maakt foto's mee. Ik had daarvoor nog een andere camera, die is natuurlijk gestolen. Alles heeft een ander type, dus soms heb ik foto's van 3 of 4 camera's. En het ligt dus allemaal door elkaar, dus dan moet ik elke keer deze stapel
Nou, elke keer als ik losse stapeltjes maak, dan is het ook echt dat je denkt, nou, dit is ook gewoon niet normaal. Want dan ligt alles helemaal vol. Maar ja, ik zoek nu gewoon een stukje uit. En dan, desnoods 1 of 2 dagen, dan is dat in ieder geval uit de stapel. Dit is wel echt specifiek 1 hele grote dag. Die leg ik dan zeg maar onderop. Als ik echt weet van, nou ja, deze 10 foto's, dat hoort bij elkaar. Dit was allemaal echt van hetzelfde. Dan haal ik alleen die er geselecteerd vast uit. Want dan hoef ik dat in ieder geval niet later elke keer te doen. Maar ja, al die losse dagen op stapeltjes leggen. Ja, mijn hele huis ligt elke keer vol. En dat kost me echt mega veel tijd. Een heel boeiend verhaal, I know. Maar that's my life at this moment. Ik heb zo'n tijd ingeplakt. En dan heb je even al ingeplakt. Meer foto's uit zitten zoeken om elke keer in te plakken. Dus ik ben er echt helemaal klaar mee. Die stapel elke keer door je handen. Op een gegeven moment denk je echt, ja, dan is het de 30ste keer dat ik het heb gezien. En dan vind je het op dat moment zien niet eens leuk meer. Wacht, ik moet hem even zo neerleggen. Even een beetje een schuinbeeld dan maar. Maar dit album is net iets groter dan die andere albums. En die past eigenlijk net niet in de kast. Dus die moet ik zeg maar zo'n beetje leggen, schuin. En dan op de juiste manier en dan in de kast. En dan gaat hij ook niet kapot. En dan hier weet hij het niet. Ik ga nog even wat snacken. En ik ga weer voor hele donkere mandarijntjes. De eerste keer dat ik dit ooit op video krijg en dan wil ze prompt weer niet blijven zitten. Jij bent mijn papegaaipoes, hè? Toen ze kitten was, toen kon ze echt hele dagen gewoon op mijn schouder zitten. Toen was ik alles aan het doen en bleef ze gewoon zitten. Ik heb haar natuurlijk vanaf 3 weken, omdat ze verstoten was, ze echt met de fles opgevoed. Echt heel schattig was jij, hè? Ja, was ze echt. Nou, ik heb al echt de kleinste handen ooit, volgens mij. En zelfs op mijn handen was ze klein. Dus, hè? En echt, dan ging ze altijd hier en soms ging ze daar ook gewoon slapen. Daar ben je helemaal groot geworden, hè? Ja, kijk, kusje. Kusje. Nou, koppie. Kusje. Mijn kleine papegaaipoes. En nou nog een beetje dikker weer worden, hè? Maar we doen ons best. Iets aan de late kant. Maar ik ga lekker mijn bedje in. Dus ik wil je wederom bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!